Schooltijd Teliak, het themaprogramma. En het themaprogramma van vandaag gaat over mensen die langdurig ziek zijn en hun verzorgers en hun familie. Geen studioprogramma vandaag, lege stoelen dus, maar een film. Een film die in opdracht van Open Schooltijd Teliak gemaakt werd door Willeke van Ammelrooy. Langdurig ziek zijn en thuis verzorgd worden. Kan het wel? En wat komt er allemaal voor kijken? Wat moeten de verzorgers, de familieleden er allemaal voor over hebben om de langdurig zieke in zijn vertrouwde omgeving een menswaardig bestaan te geven zonder er zelf onderdoor te gaan? Wat moeten de zieken er zelf voor over hebben om met hun ongewenste beperkingen toch nog een zinvol leven te creëren? Een leven waar voor hen geen genezing meer mogelijk is. Overdenkingen waar je als buitenstaander niet vaak bij stilstaat, zolang je er niet zelf mee geconfronteerd wordt. Zolang je niet verder komt dan misschien onderweg even naar ze zwaaien achter het raam. Wat weten we van hun problemen en hoe ze die oplossen? En hebben wij daar eigenlijk wel iets mee te maken? We wonen hier al heel lang en onze kinderen, onze 4 kinderen, die zijn allen het huis uit nu. Ongeveer 9 jaar geleden werd de ziekte van Parkinson bij mijn man ontdekt. Dat heeft geen plotseling begin, maar dus na die tijd is hij langzamerhand iets verergerd. Maar dankzij de medicijnen niet zo erg. Wat vindt u het lastigste van uw ziekte? Mijn gezichtsvermogen, dat loopt terug. Mijn gehoor, dat zit ook al een beetje in de groei. Al die dingen waar je mee waarneemt en wat eigenlijk de kantjes van het leven goed raken, die beheers je niet meer. En dat is natuurlijk een suf geval, maar je weet met je verstand dat je ouder wordt en dat er tegen die ziekte niets te doen is. Dus moet je het dan maar eens een beetje laten zoals het is. Ik heb een huishoudelijke hulp en dan hebben we de wijkzusters. Dat is helemaal een uitkomst. Huh? Hoe vaak komt de wijkzuster? Nou, 2 maal. De ene voor de gymnastiek en spieroefeningen, allerlei bochtenwringen enzovoort. En de andere die, mijn vrouw kan dat niet zo meer aan het hanteren, kan mij niet hanteren voor de schone beurt. Helemaal goed afgepoedeld. En dat gaat prima. Ik vind schattige meisjes. En ze doen erg hun best. En ik kan niet anders de maatschappij feliciteren dat er zulke krachten rondlopen. Let u constant op uw man? Nou, constant is niet te doen. Nee. Dat is niet uitvoerbaar. Want je bent er vreselijk aan, dus als hij buiten is, dan even kijken. Ligt hij dan niet op stress? Dat gebeurt me namelijk in de tuin ook, dat ik ergens inval. Dat ik er niet meer uit kan komen. Dus heb ik wel een paar uur gelegen. En dat gebeurt niet aan de lopende band, nee, zo is het ook dan niet. Maar in de afgelopen 2 jaar, laten we dat zeggen. Maar, je wordt natuurlijk veel onzekerder. Jezelf. Maar als u valt, kunt uw vrouw dan u optrekken? Nou, dan moet ik eerst in een bepaalde positie gaan liggen, dat ik mijn knieën kan gebruiken en mijn heup. Dan kan ik wel overeind komen als ze me van boven aan me trekken. We hebben er ook de buurman wel bij moeten halen. Komt u zelf nog wel de deur uit? Eigenlijk voor boodschappen doen. Lang natuurlijk nooit, dat vertrouw je in toch niet. Hè? Maar dat vind je wel aan. Hè? En bovendien is de tv ook wel een hele uitkomst. Als er nou
jonge mensen op het concertpodium. Dan ga ik me daar keurig aankleden en dan ga ik best heerlijk naar het concert. Zo kun je het ook spelen, is niet? Oh, verder. Ja, we houden allebei gelukkig veel van muziek. Niet die lawaai, maar de klassiek in het algemeen. Mevrouw Boekschoten, heeft u een hobby thuis? Oh ja, ik verveel me nimmer. Maar dat is natuurlijk niet altijd uitvoerbaar, want ik heb niet een hobby om te wassen. En dat moet je natuurlijk wel vaak doen, en eten, koken en zo. Maar ik hou erg van bloemetjes, aquarelleren heet dat. En verder, lezen en zo. Toen ik voor het eerst hoorde over een papegaai, toen wist ik niet wat het was. Nou, dit is gewoon een stang. Laten we zeggen, hier is de knik bij mijn vingers. En zo. En dan gaat dit punt zit vast aan het ledikant. De andere kant zit een oog. En daar zit een handvat aan. Maar als ik me nou met mijn armen een beetje omhoog trek, dan kom ik van onderen wat losser. En dan kan ik makkelijker van plaats veranderen. Want eigenlijk is het zo dat als je dat niet doet, dan lig je de hele nacht op het puntje waar je s'avonds op terecht gekomen bent. En het is niet eens zo erg prettig, altijd. U kunt hem moeilijk bewegen s'nachts? Ja. Vooral als je ligt, kun je heel slecht doen. Dat been dat is dan net als lood en dat kan je niet zo krijgen. En dan vraag ik mevrouw altijd, wil je mijn benen even doen? En dan neemt ze die benen en dan legt ze ze op de plaats waar ze nogal uit kunnen rusten, dat weet je. Als je invalide bent, dan heb je een mankement wat je zodanig kunt compenseren dat je een zo normaal mogelijk leven kunt leiden. Dat mankement is één keer ontstaan. En dat is er nou eenmaal. Dat wordt niet erger. En je kunt dat op allerlei manieren kun je dat compenseren. Bij chronisch zieke mensen, dat betekent eigenlijk dat die mensen steeds zieker worden. Steeds erger worden. Of iets heel ergs hebben wat nauwelijks opgevangen kan worden. Zodat ze eigenlijk in hun dagelijks leven steeds...